Goeie, wat wil jij dan? Ja, dat heb ik. Op de boerderij. Hè. En wat wil je het druk dwaan mee? De koop op leert hem uitzien. Dan moet ik wat in gebeuren, want de beest moet wat fretten worden. Ik heb een 64 kei en dan ben ik tevreden mee. En je moet er mee eens hebben, net zo vol mee tevreden mee, het onmiddellijk kei. Dat wordt alleen maar groot druk. Hè. En dan zie ik je met een Annabel. Annabel, waar is dat? De heerko. De heerko? Op het momentko. Leggen dan ook een mooi muziekje. Nou, hij sleept hem een minuut lang continu om mijn bek. Dus, ik vind het wel grappig. En waarom doen ze dat? Goeie vraag. Ik denk een beetje verveling. Dat ziet er net op waarom ze dat doen. Maar dat doen de orkai net? Normaal sprutsen net. Normaal sprutsen net. Ik woon het om in de bek te wijden en ze moeten me melden. Dan denk ik, ik moet met de filmpjes horen. En je krijgt wel een leuke reactie bij waarom. En Annabel doet dat nou net meer? Nee, hij doet het nou net meer. Of zij net. Ze zit nou bij de grote meiden. Nou, jij dat net meer. Maar je zei je haar 64 kei, dat vind je mooi genoeg? Dat vind ik genoeg. Had je jet iets meer hoor? Nee, ik heb altijd hetzelfde om het al gehouden en dat valt op mijn best. Ik zeg, ik kan de baken een slag te betalen en we houden een beetje hoor, dan ben ik tevreden. Want er is meer dan Linda Burgin. Wat vind je mooi van? Wat voor ding? Ik zei, wat doe je dan in je vrije tijd? Ik maak graag het even rennen. Ik heb wat spultjes met de benen dan. En ja, ik maak wel ooit eventjes wat. Dus je wil net een boer zijn die de hele dag aan het werk is? Nee. Ik hoef geen mega boer te zijn. Zij doet er al een heel soort wijze willen. Dan heb ik zeker wat mij, maar dit is genoeg. En dan moet je tevreden wezen.